Het is een heugelijke dag. Oh, de Summer of Dreams. Summer of Dreams. Vandaag commandeer ik voor het eerst mijn eigen sterrenschip. Ja, ik mag lekker gaan airsoften. En dat volledig in het teken van Rainbow Six Siege. Jelle, dit is de dag waarop dromen uitkomen. Ik ga voorin. Het is Twister. Kijk boven. Het dak is eraf. Zie ik eruit als iemand die in een rij staat. Je gaat veel sneller. Einfach schwimmen. Ik wil heel graag nat worden van Dora. Waarom hebben ze geen stoofvlees hier? Ik begin nu oprecht. Spijt te krijgen. Fiets stoofvlees, jongen. Ik is hier in de gift shop van de fucking Better Way. Wat is dit nou weer? Een holodex in mijn leden, boy. Skate op dit, boring as fuck, gewoon. Je hangt ook echt. Wat? Geen bier? Krijg je nu pas paniek? Had je even vooruit moeten denken? Ze willen gewoon niet dat we gezonde levensstijlen hanteren. Get on camera, motherfucker. Boom, daar zijn we weer. Alsof het al niet genoeg gestreamd is vandaag, is dit de tweede stream die je vandaag zal zien. Niets minder dan de enige echte, je ziet het al aan de titel, Black Desert Online stream. En dit is volgens mij een nieuwe expansion, of een nieuw onderdeel in het Black Desert universum. Yes, sir. En het is niet eens de laatste stream van de dag ook. Nee, dat weet ik. Door. Er komt straks ook nog een tabletop streampie. Jongens. We blijven gewoon dolbeuken. En jullie zien het goed, het is Steven. Maar ja, die heb je net natuurlijk ook al gezien. Ja, ik was er altijd helemaal niet speciaal. Je was er al. Jesus Christ. Wat gaan wij hier vandaag doen, Steven? We gaan Black Desert online streamen. Mm-hmm. En ik ben nog even aan het inloggen. Maar ja, we gaan daar... In de nieuwe zone. De Lost Light gaan we even checken. Heb jij de laatste tijd mede door dan de nieuwe expansion of nieuwe gebied weer de game moeten of uit jezelf gespeeld? Moeten spelen. En dat vind ik nooit erg. Nee. Het is wel iedere keer als ik begin even weer zo van, oh fuck. Brrr. Want ja, weet je. Is in zekere zin bij elke MMO, denk ik. True. Ja. Hier heb ik het vooral meer inderdaad met interface en ja, gewoon alle tierlantijntjes. Ja, want dat zijn er nogal wat. Ja, het is wel een drukke game. Lekker Koreaans. Dat ook, zeker. Ja, de game is al, even kijken, volgens mij al 9 jaar uit in Korea, in 2013. 3 jaar later kwam de game ook naar Europa en Noord-Amerika. Toen al meteen bestempeld als, denk ik wel, de mooiste MMO in het MMO-veld. Ja. Nog steeds? Ja, ik moet zeggen, ik heb wat van de nieuwere dingen nog niet gecheckt. Er waren een paar van die grote high-profile dingen, maar die zijn het volgens mij ook allemaal niet geworden. Dus van het rijtje, want ik had met jij ook wat opgenomen hierover. En toen hadden we het over World of Warcraft, mm-hmm. Final Fantasy, ja. Elder Scrolls en Black Desert zijn vier hele grote... Nou, ik wil niet zeggen de vier, maar... In ieder geval 4 hele grote waar wij op kwamen ja. Toen we het over hadden van ja, wat is nu een beetje... Ja, er zullen ongetwijfeld nog heel veel andere MMO's zijn. Maar als je mij vraagt noem maar 4, dan zijn het wel dit de 4 die jij nu ook noemt, die ik ook zou noemen. Maar we hebben een klein probleem met jouw muis, lijkt het. Ja, dat ik was, snap niet wat het is. Trackpad doet het ook, andere muis doet het ook. Hey, maar nu als je op het paard zit, doet hij dat niet? Jawel hoor. Oh. Keihard. Hij kept de hoek waarmee je naar rechts kan draaien. Ja, gelukkig heb ik auto-navigate. Dus... Handen los no en hands, gaan. No hands, man. Zitten we hier al in het nieuwe gebied? Ja. En wat maakt dit gebied anders dan, de voorgaande gebieden / de vanille game? Ja, het zijn... Wat is de stijl? Subtiele verschillen. Ja. Ja, dat klinkt heel gek, maar het is heel... Traditioneel Aziatisch. Oké, okay, ja, nou ja, dat is ergens ook juist niet heel gek. Nou ja, nee, maar omdat... weet je, Aziatisch eten noemen ze in Azië niet Aziatisch eten. Nee, dat noemen ze gewoon eten. Dus kan ik zeggen, het is traditioneel Aziatisch in een Aziatische game. Maar omdat ze ook met wel wat westerse characters en stijlen... Zeker met de classes spelen. Ja. En... Het ding van deze expansion is dat je hebt 8 traditionele
verhalen die je kan volgen zijn allemaal best wel kort. Leiden iedereen naar een eigen boss en die unlock je dan als boss rush. En wat moet ik denken bij een boss rush? Is dat gewoon net als een dungeon? Nee, hele grote boss die je gewoon in de wereld tegenkomt, ja. Met z'n allen erop. En voor de fat loot. Maar dat zijn allemaal echt hele traditionele Aziatische verhalen. Ja. Weet je, ik hou van die Aziatische films, dus weet je, de love story, de Chinese ghost story. Achtige... Wat je ook in een Final Fantasy of een Yakuza of wat dan ook allemaal tegen zou komen. Basically, ja. Dus dat is erg cool. En ik heb eigenlijk iedere keer hetzelfde. Dat, misschien in ieder geval de laatste keren toevallig, dat ik best wel hardcore iets aan het spelen was. Toen, ik heb begrepen dat je de laatste tijd weer wat dingen hardcore aan het spelen bent. Ik ben de laatste tijd wel weer lekker los. Maar ik zit kaart in Diablo, dus wat je ook aan me vraagt om te spelen wat niet Diablo is, dan denk ik van... Oh, is nu Destiny weer van de kant geschoven? Ja, okay. Ja, want there can be only one. Weet je, ik ken het, ja. Eén tegelijk, jongens. Maar iedere keer, dat had ik vorige keer ook en nu ook weer, dan ga je spelen. En het is gewoon heel chill. Oh, weet je, ik weet niet. Het werkt gewoon heel rustgevend om gewoon een beetje te levelen. En ja, ik weet niet. Iedere keer dan kom ik er best wel makkelijk in als ik, weet je, weer gewoon even heb bedacht op welke van de 100 servers mijn kerk zal ik weer staan. En hoe vind ik die? Ja. En dan log je in en hoe werkt het hele ding ook weer? Want wat maakt Black Desert nou eigen aan waarom het bijvoorbeeld zo chill wegspeelt? Sowieso, weet je, de wereld is mooi. Ja. Relaxte muziekjes op de achtergrond. Je kunt, ik wil niet zeggen dat dat per se een goed ding is, maar je kunt redelijk brain dead de quest doen. Gewoon, weet je, de standaard questjes om door die wereld te gaan. Als jij zoiets hebt van, ik heb geen zin om... alles te lezen, dan kun je gewoon lekker trigger happy. Ja. Er zitten wel op het hele gebied story cutscenes tussen. Die zijn niet skippable. Zag ik best wel wat mensen online over struikelen. Ja. Want ja, ze zijn best wel lang soms. En ik vind het cool om te kijken. Maar ik snap wel als je denkt van oké, nu wil ik even skippen, want ik ben het even zat. Ja, er zijn non-skippable cutscenes. Ja, en zijn dat dan ook gewoon van die over- en weergesprekjes? Het had net zo goed dit kunnen zijn. Dit, ja, nou, het is meestal wel iets meer cinematic. Ja. Maar wel gewoon in-game. Ja, ja, ja. Maar het kan best wel veel zijn. Zeker als je dan weer opnieuw begint. En op een gegeven moment heb je zoiets van... Hey jongens, ik wil wel een beetje spelen. Ja. En dan zit je gewoon nog steeds... tekstjes door te klikken. Ja... Ja, je gaat het zien. Weet je bent gewoon wel een beetje bezig. Parking. Ja, wie is dat geparkeerd? Mijn paard is netjes geparkeerd. Ik trouwens vraag je voor de regie. Volgens mij, wij krijgen nu geen geluid over de headset mee. Dus dat zou ik wel leuk vinden. Ik wil, want jij had het net over deuntjes. Ik ben benieuwd wat die deuntjes dan hier... Maar kijk, weet je, die wereld is gewoon nice. Dus ja, hier gewoon een beetje relaxed rondtuffen... Ik blijf het nog steeds de technisch gezien de mooiste MMO vinden. Ik heb het nooit echt zelf gespeeld. Want dat was meer van, oké, als ik hier aan begin... dan zal je zien dat het weer een of andere rabbit hole is... waar ik niet meer uitkom. Wat voor veel games geldt natuurlijk. Maar... Ja, ik wou het zeggen, dat is wat we doen. Maar hij kan wel een beetje rough around the edges zijn. Ja. Dus, weet je, de characters... De character models zijn cool... Maar, weet je, het is wel Thunderbirds are go. Ja. Ik bedoel, ze bewegen wel echt allemaal heel... Animatronics. Ja. Ik zie trouwens dat de audio via de PC doorgestuurd moet worden. Dus dan, ik weet niet op wat jij je audiobron hebt staan. Als je Windows knopje hebt in de... Ik heb helemaal niks, jongen. Ik heb niks... aangepast. Wat is dat die voor bron? Wat is dat die voor bron? Staat er niet bij hier. Ja, fucking Windows 11, jongen. Ja, hè?
Ja, ik ben zelf, weet je, Pearl Abyss, we kennen het allemaal van Black Desert Online, maar inmiddels kennen we het natuurlijk ook nog steeds van de trailer van Crimson Desert, waar ik nog steeds heel benieuwd naar ben. Ik weet niet of jij daar ook destijds met de ballen bloot voor bent gegaan, zoals jij dat zou zeggen. Ik ben absoluut benieuwd. Even kijken. Hij staat op LG, hij zou via de tv moeten gaan. Dat is interessant. Misschien even één keer heen en weer switchen. Ik weet het niet precies. Oké, maar ik zie mensen ook vragen, kan je nog een beetje makkelijk instappen? Er zit een linkje bij, dus je kan hem sowieso een weekje gratis testen. Ja, die zie je in de chat staan inderdaad. Zo, ik ga hier krijgt de chat wel audio te horen of niet? Schijnbaar niet dan, dus. Maar cutscenes kunnen een beetje, niet alleen de character models, maar weet je, er zitten soms hele gekke cuts tussen. Dat je, ja. Dat gebeurt best wel vaak. Dan heb je, eindigt een cutscene, dan heb je 1 seconde even zwart, jouw character, zwart, nieuwe cutscene. Ja. Weet je, het is allemaal net niet zo gelikt als je gewend bent van bepaalde games. Even kijken, waar moeten we nu naartoe? Ja, ze horen alleen ons. Het geluid staat wel aan, toch? Van de game. Voor de duidelijkheid. Ja, hij staat best wel hard ook, als het goed is. In-game ook. Regie, kregen jullie het vorige item wel audio binnen of niet? Ja, vorige wel. Oké. Okay. Is er iets veranderd in die tussentijd? Huh? Oh, dat was niet op deze laptop. Aha. Waarom eigenlijk niet? Waarom doen we niet op dezelfde? Ja, volgens mij is dit de Gaming Beast. De Gaming Beast. Ja, dit is de MSC bak-based laptop van waarschijnlijk heel veel geld. Ik heb nog steeds niet durven vragen hoeveel dan het precies was. Maar dit is een beuker, hoor. Dit is een beuker. Speel je nog steeds WoW? Nee, mijn cycle vanaf december is Dragonflight. Zat ik echt nog steeds heel lekker in, want het is fucking nice. Ja. Toen kwam Lightfall. Ja, toen ben ik gewoon dankzij Koos teruggetrokken in Destiny. Yep. En daar heb ik ingezeten tot Diablo 4 langzaam, zeg maar, een overnam. Beetje de overhand kreeg. Heb je die gespeeld? Nee, ik wil hem nog gaan spelen, maar ik ben nu eerst. Ik heb Zelda al enigszins aan de kant gelegd voor Final Fantasy. Dus heb je die uit? Nee, daarom. Dus eerst Final Fantasy nu afmaken, Savage. Dan Zelda afmaken. Really? En dan Diablo. Gekke volgorde. Het is een hele gekke volgorde, maar ik kan niet alleen 1 live service game tegelijk. Ik kan echt maar 1 game tegelijk. Ja, nee, ik hoor je helemaal. En ik vond het zonde om. Kijk, weet je, ik was die review van Final Fantasy toch aan het doen en dan dacht ik, ja, fuck. Het greep me bij de kloten en nu ben ik nog steeds bezig. En heb jij, want Koos is natuurlijk wel met Final Fantasy Online in de weer geweest. Ja. Heb jij zelf al iets gedaan in die hoek? Nee, destijds toen hij ermee begon, was ik ook begonnen. Hebben we een tijdje volgehouden. Hey, oh. En af en toe weer even erin gesprongen, maar niet heel lang. En ik merk dat ik vaker, omdat ik ook vaak daar de reviews en de dingetjes, items van doe, toch vaker in Elder Scrolls Online zit. Ja, oké. Okay. Nee, maar dan... Hoewel Final Fantasy XIV is fucking amazing. Maar ik weet dat ik er eigenlijk niet aan moet beginnen. Want dat is pas een echte uren slurpen. Ja. Meer nog dan Elder Scrolls Online, van mijn gevoel. Ja, dat is echt nog steeds gewoon wat je zelf wilt. Ja. En hoe ver je wilt gaan. Alleen, de reden dat ik het vraag. Van, weet je, kijk, als je MMO's kent... Ja. Dan weet je in ieder geval waar we het over hebben. Ja. Maar ben je hier wel eens een beetje ingedoken? Nee, ja, echt 1 keer een itempje, een dingetje. Ja, we zullen even de HDMI er inderdaad eruit en erin moeten doen. Dat is de enige optie. Ja, zullen we die even doen? Schakel maar even naar de camera. Want ik wil wel geluid namelijk. Dan kijk ik even naar de chat. Ja, ik slaap meestal zo'n 6 uur. Ongeveer. Soms iets korter. Als dat heel erg gezellig is. Hoe jetzt? Hoe kan het nou?
Ik kijk nog één keer even naar, Verdikkie. Naar de sound settings. En ja, welke MMO is geen... Maar ik heb het eigenlijk met al die games, want... Weet je, ik bedoel Diablo, Destiny... Ja. Ik bedoel, met Destiny heb ik het zelfs nog wel meer dan met World of Warcraft. Dat je echt kan verliezen. Ja, ja. Want die game, ik weet niet, die heeft echt gewoon die grind loop zo hard erin zitten. En Dragonflight, weet je, kan je ook, je kan het zo gek maken als je zelf wilt. Is dat, want dat is dat nu... is de laatste WoW expansion. Ja, okay. Maar ja, die was zo goed en het was eigenlijk ook een oorspronkelijke vraag bij einde van de week. Maar we kwamen er niet aan toe, omdat die al heel erg lang werd. Maar Blizzard, die gaat stiekem wel echt heel erg lekker in de laatste tijd. Ik bedoel, er is natuurlijk een boel gerommel en weet ik veel wat allemaal. Ja. Maar Dragonflight... Doe eens test voor de gein. Ik krijg niks binnen, toch? Helemaal niks. Dat is goed. Allow apps and windows to use this device for audio. Nou, volume staat aan. Ik zou eens denken wat het kan zijn. Maar. Nee, ik zie hier in ieder geval niks wat het kan zijn. Dus ik kan weinig betekenen. Dus ik, speel maar een achtergrondmuziekje. Ik ga weer terug hier naartoe. Nou, het is geen in-game audio setting, anders hadden we deze melding ook al gehoord net. Maar goed. Ja, het is de wereld van MMO's is fascinerend, maar ook gevaarlijk. Ja, en ja, wat ik zeg, ik vond dus dat je Dragonflight goed te doen. En ja. Terwijl er echt wel redenen waren om te denken dat Blizzard als developer toch wel ook wat uitdagingen kent, om maar heel voorzichtig te zeggen, met gewoon een boel talent wat weg is gegaan. Gezeik op de werkvloer, ongelukkige mensen met hoe management met ze omgaat, noem maar op, gekke praktijken. Ja. Maar alles wat ze het laatste jaar hebben uitgebracht, ja. Maar is dat alleen Dragonflight en Diablo 4? Want... Hoe lullig alleen ook klinkt. Maar... Nou ja, wat ze verder natuurlijk hebben, wat nog draait, Overwatch 2, maar... Ja. De community niet heel tevreden mee. Nee, moment. Dat is volgens mij inderdaad niet... Volgens mij werd dat ooit beloofd als zijnde de meer PvE-gefocuste Overwatch, wat uiteindelijk geen PvE heeft. Behalve dat er nu wel weer wat aan zit te komen wat een klein PvE-elementje heeft misschien. Maar ik wil, heb je zo'n boss gepakt? Heb je ze alle acht al gedaan? Of, Nou, ik ben nu op mijn oude server. Ik heb ze sowieso niet alle acht gedaan, hoor. Is het iets wat te doen is in het komende uur? Nou, niet met hoe stroef het gaat met die controls in ieder geval. Nee, dat is wel. Je bent geen controller guy, hè? Oh, nou, dat kan best wel, hoor. En ik heb een beetje heen en weer geschakeld. Ja. Maar ik ben bijvoorbeeld nu Diablo 4 met controller aan het spelen. En? Is dat een... wezenlijk verschil met muis en toetsenbord? Ja, ik ging er toch gewoon beter op. Gewoon snappier, sneller. Toch omdat het best wel, weet je, snel dodge en het is best wel snelle gameplay. Ja. Ik weet niet wat het was. Ik bedoel, mijn muis en toetsenbord, weet je, ik zit gewoon achter mijn muis en toetsenbord. Als ik bij een NPC kom, dan klik ik op, pak ik mijn muis om mijn dingen te doen. Ja. Dus het werkt wel, het is een goede hybrid. Precies, maar echt, zo ken ik hem ook. Ja. De actie doe ik toch echt op mijn controller. Ja. Op zich kan dat met deze game ook wel prima, denk ik, hoor. Ja, ik weet dat Final Fantasy XIV leent zich daar heel goed voor. Elder Scrolls Online ook, want daar heb je sowieso wat minder skills. Bij Final Fantasy XIV heb je heel erg dat je met je triggers aan het switchen bent. Dat is hier ook enigszins zo. Ik weet niet, hoeveel skills heb je überhaupt tot je beschikking als je gewoon in combat zit straks? Nee, je ziet hier onder die hotbar. Ja. Dus daar kan je nog wel redelijk wat uitbouwen. Maar het is redelijk actiegeoriënteerd, hè, deze. Ja. Dus, nou, dan willen we actie zien. Hop. Ja, ik weet niet of ik weet niet wat dan altijd bij die bomen gezocht moet worden. Dit is wat ze van me vragen. Tedious. Wat is dit voor vet shit? Come on. Parking. Hij stuurde me terecht hier naartoe.
Moeten we nu de hele tijd heen en weer? It's sturdy wood. Het is een graai, ja. Kijk. Hoe moet ik het voor me zien in deze game? Heb je veel crafting? Heb je fashion? Heb je yes en yes. Furniture, huizen, weet ik veel wat allemaal. Ja, voor een game... Want deze heeft dus niet, zoals Final Fantasy en World of Warcraft, heb je echt, weet je, de main appeal zijn dungeons, raids, ja. Best wel goed uitgewerkte PvE content. En dat is hier minder een ding. Kijk eens, hoppa. Even creatief rijden hoor, want... Achteruit. Ja, de main appeal hier is toch meer gewoon en PvP. En wat ook wel echt een ding is, is de crafting. Ja. En dat trading, crafting is best wel... ik wil dat er helemaal niet af, jongens. Best wel uitgebreid. Ja. En ja, het is een beetje een gekke combinatie. Want meestal zijn PvP games niet ook de games waar crafting en trading heel uitgebreid is. Dat past wat meer bij PvE-oriented games. Dat is natuurlijk lastig te balanceren, denk ik dan. Als je heel OP dingen kan craften en dat... In een PvP-setting, ja, ik weet niet. Ja, sowieso. Weet je, blijft het altijd heel lastig. Wow. Hoe kom ik hier weer uit? Zonder een Austin Powers moment van te maken. Het lijkt wel alsof die soms met het rijden, dat hij wel even die bocht naar rechts wil maken. Ja, ik doe het met WSD. Oké. Oeps. Vanuit de clunky... We hebben nu geluid. Is het zo? Nou, kom op. Ja, dan wil ik het ook wel. Ik zie iemand in de chat. Ik hoor van ons nog niks. Dus. Oh, daar is hij hoor. Ja hoor, Hatsé. Hand over potato. Oh, kijk, die vrouw zit zichzelf op de schouder te rammen. Ik weet niet wat het voor gebaar is, maar... Uiteraard speel je hem in Koreaans. Is die ook in het Engels te spelen? Ja, ik was zelfs begonnen in het Engels. Omdat ik dacht van ja, dan kan je tenminste ook gewoon nog een beetje volgen waar het over gaat. Zonder dat je alles hoeft mee te lezen. Maar daar kwam ik heel snel van terug. Ja, nee. Wat, voice acting is slecht? Nee hoor, niet eens. Maar ik vond het gewoon heel misplaatst bij deze setting. Nou, dan vind ik dat het nu een moment is om te gaan beuken. Als ze jou toelaten... In een ideale wereld... Had je al twee bosses geklapt. Ik weet niet of het erin zit. Gegroet! Danny Donny Dinny Danny Dunny. Ik mag weer terug naar die shitlord. Oké. Ja. Okidoki. Dokebi. 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 Dat klinkt bekend. Pa-pa-pa-pa-pau. Ah, Danny. Oh. Dit is een vrij drukke hut die ik nu zie. Ja, het is een populaire hut. Drukke UI. Ja, en er zit ook best wel veel... Ik zie veel meldingen bovenin verschijnen. Ja, er zit ook best wel veel opsmuk in. Je kan ook best wel veel shit kopen. Ja, ik kan ook best wel veel shit uitzetten, denk ik. Kijk, objective. Complete, wat staat er daar? As long as the Dokebi. Ja, Dokebi. Ja. Heb je die trailer, die heb je wel gezien toch ook? De Dokebi trailer. Ja. Wat vond je daarvan? Dat is ook Pearl Abyss. Ze hebben wel wat op de planning staan als ze met Crimson Desert en Pearl Dokebi willen komen. Absoluut. Ik ben ook heel benieuwd wat voor game dat nou uiteindelijk precies is. Ja. We hebben wel een soort van gameplay gezien, maar... Ik ben niet heel veel wijzer van. Anders dan dat het een soort van Pokémon aan de psychedelische drugs was. Wat was jouw main ding van de afgelopen week? Van de afgelopen week? Van, hoe bedoel je, van afgelopen weken?
Nou, omdat er natuurlijk heel veel nieuwe games zijn getoond. Nou ja, dan ergens toch wel gewoon Starfield natuurlijk. Ja? Ja, ja. Echt een sucker for space shit. Ja, same. En helemaal, weet je, mensen zeggen Fallout in space, Fallout in space. Ja, dat is het enige wat ik nodig heb, Fallout in space. Met een kleine vleugel No Man's Sky kan ik me enigszins in vinden. Ik wil gewoon op een of andere verlaten planeet zo'n Blade Runner-esque boerderijtje maken waar niemand me lastig valt. Ja. Of misschien wel, maar... Denk je dat dat niet gaat tegenvallen? Ik denk dat het objectief gezien gaat tegenvallen, maar subjectief niet. Want ik zie het als een urenvreter waar ik ongetwijfeld me in ga verliezen. En fucking Baldur's Gate natuurlijk, hallo. Baldur's Gate 3. Ja. Dat wordt ook wel een van mijn games van het jaar. We hebben natuurlijk al eerder de Early Access versie gespeeld. Dat is inmiddels ook alweer een jaar of anderhalf geleden. En ik ben wel klaar voor de officiële release. Ik heb hem expres al die tijd links laten liggen nadat we die Early Access review hadden gedaan. Want ik dacht, oké, ik wacht tot die game af is, klaar is. En dan ga ik lekker aan de slag. Ik denk dat ik daar ook wel een Druid wil spelen. Ga jij aan de slag met Baldur's Gate 3? Ja, dat wordt the next thing. Nou, ik heb te veel next things. Er komen zoveel next things aan. Ja. Wat het erover. Het is gewoon echt wel een gruwelijk goed jaar. En ik heb echt nog games liggen die 100% gaan gebeuren. Ik ben echt aan het wachten tot ik gewoon de ruimte heb om even achter elkaar de Switch weer even flink te laten draaien. Want jij bent wel al begonnen aan Zelda, of niet? Zelda moet ik nog doen. Metroid Prime remaster. Waar ik echt allebei heel erg zin in heb. Ja. En tegelijkertijd ook wel heel geduldig mee ben, want ik weet... Weet je, als dat misschien pas van de herfst gebeurt, omdat ik dan klaar ben met Diablo. Dus even een rustmomentje tussen. Ja, het ding maar is wel. Komt aan ook alweer. Zeg maar, oktober, wat normaal gesproken in oktober en november gebeurde, is nu september, oktober, november. Want je hebt eind augustus hebben we dus Baldur's Gate 3. Dan heb je in de eerste week van september heb je al meteen Starfield. Volgens mij komen er nog een paar andere games nog in september uit. Laat staan oktober, november. Ik heb de hele lijst van dit jaar niet eens meer in mijn kop, want het is fucking veel. Nee, het is bizar. Hè? Het is echt it's too much. Wat tegelijkertijd wel weer betekent dat er voor ieder wat wils is het hele jaar door. Ranger of Dwarf Warrior. Oh ja, ik had... Want je... was dat nou bij... Of was dat bij Divinity dat je ook een soort van engel moest maken? Kon je zo'n mooie engel maken. Fucking mooie engel. Jesus Christ. Ja, ik denk dat ik toch voor de druid ga. Ik heb grappig genoeg altijd een zwak voor druids. En ik heb het in D&D nog nooit met een druid gespeeld. Ben jij van D&D? Heb je ooit D&D gespeeld? Sta je ervoor open? Games? Oh, zeker. Tuurlijk. Je bent meer dan welkom ooit, als je wil. Maar dat is ook weer een rabbit hole, kan ik je vertellen. Diablo heeft een druid. Ook, ja, klopt. Diablo 4 heeft zeker, de druid class weer. Zeker, ook zeker met de druid spelen. Wat is jouw class in Diablo? Ja, ik ben een necromancer. Toch, had ik iets anders verwacht? Nee. Nou, rogue. Ja, oké. Okay. Die heb ik ook, die ben ik als alt een beetje erbij aan het levelen. Maar ja, necromancer speelt wel heel lekker. Ik identificeer me meer als een rogue, merk ik nu toch. Ja. Ik snap je. Innerlijk rogue, uiterlijk necromancer. Ja. Ja, de wereld identificeert jou als necromancer, maar jij meer als rogue. Ja, bij de gameplay van rogue en op zich ook wel ninja, maar het is een beetje vlug en Arabian Nights-achtige ninja. Iets kijk. Wat een tof stijltje is ook. Ja. Maar necromancer is gewoon een boel skulls, dus ja. Dat kan niet missen. Het moest gewoon necromancer zijn. De sorcerer schijnt ook wel... Ja, want in Diablo 3 was dat mijn main. Oh, dus okay, ik dacht, okay. Ik ga gewoon even iets anders doen. En het is zo toch dat je bij de season 1... Wat doe ik verkeerd, jongens? Season 1 moet je een nieuw karakter beginnen? Nou, ik weet niet of... Hoe is dat precies? Want... Ik weet niet of wat je nu doet, omdat het eigenlijk nog geen season is, of dat meetelt. Volgens mij niet. Maar normaal gesproken... Volgens mij wel, sorry. Dus wat je nu doet, telt alweer niet voor season 1. Ja, dus dan moet je weer een nieuw karakter. Oké. Okay. Ja. Ja, ik zag toevallig een bericht of een tweet van dat heel veel mensen... daar een beetje geschokt van waren. Ik kaartte het net al aan bij einde van de week, maar dat is inderdaad een ding. Dat is Diablo. Het is niet
wat veel mensen gewend zijn. Ja. Hey, wat moet ik bij deze pot doen, man? Praten met deze pot. Ik zou het echt niet weten. Het is jouw game, niet voor mij. Vorige keer had ik ook al zoiets van, oké, fuck deze domme quest. Ik ga gewoon rondrennen, maar toen kwam ik niks tegen. Dus dat is een gamble als we zeggen van, hey, we gaan... Fuck deze, zitten gewoon rond. We gaan off the grid. Ja, we gaan off the grid. Dan weet ik niet, dan weet ik niet of dat goed komt. Wel. Maar kijk, dit is waar ik moet zijn. Light beam, grote cirkel, alles. Ja. Interact. Okay. Emitting an aroma of spices. Okay. Piquant spices. Okay. Duidelijk. Is je cirkel nu weg? Oh nee, je cirkel komt weer terug. Even kijken, is er iets anders te doen? Je hebt zelfs een dag en nacht loop. Wat is hier gaande? Land of the Morning Light. Klinkt als DLC territory. Ik wil even een dikke boss fight zien. Ik wil even dat gestrooien met die grafische pracht en praal die deze game heeft. Even kijken hoor. Het waren zeker mooie kookpotten. Kan je niet op die deksels klikken? Zegt Zrmi. Nee. Ik had het wel al geprobeerd. Even kijken. Lars Bijleveld is zichzelf zo hard verloren met het vissen in deze game. In deze game? Is dat een ding? Ja, wat ik al zei. Sowieso, crafting, trading is heel uitgebreid. En fishing is een ding. Oh shit. Ja, het is populair de laatste tijd. Ja, ik bedoel, ik heb zelf notabene, dat is een van mijn guilty pleasures, dat ik... In Destiny? Nee, niet in Destiny. Daar kan je nu ook vissen, hè? Dat meen je niet. Ja. Dat meen je niet. Dat is nu een heel ding. Wow. Season of the Deep. Ah, ja, wow. Man. Exotic fishes. Dat meen je niet. Ja. Oké, dan vind ik eigenlijk dat er een item moet komen over vissen in games. Volgens mij kun je het ook in... Zal ik gewoon... Hoe heet het? Kan ik geen... Far Cry. Fucking Zelda Ocarina of Time was natuurlijk episch. Dat je die 20 pound bass wilde vangen. Ja, en... Fuck it. Oh, kijk, nou is de pot ook weg. Ja, Fishing Planet, dat wil ik zeggen. Dat is een van mijn guilty pleasures die ik soms ineens speel. En dan... Ja. In WoW is vissen natuurlijk ook al forever een ding. Sea of Thieves, ook nog. Red Dead. Even kijken hoor. Twee, ja. Gaat er iets heel uitgebreid positiefs gebeuren als ik die kant op ga? Ik denk het niet. Sega Bass Fishing, zeker wel. Op de Nintendo 64 ook. Ja, maar dat was vissen en niks anders dan vissen. Ja, maar dat is goed. Ja, ja. Met een bootje varen en dan bij die takken, een beetje die in het water zitten. Ja, gruwelijk, man. Rez verloor zichzelf in het horse themen. Deze game heeft veel dingen waar je in kan verliezen. Ik zie het al. Vissen in RuneScape. Animal Crossing. Oh, zeker Animal Crossing. Laarzen vissen dan vooral. Rex Hunt. Sowieso, Rex Hunt op Discovery, man. Good old times. En Final Fantasy 14. Jesus, het zijn echt heel veel games waar je kan vissen. Voel je de zenders? Ik, ja. Niet op een manier waarop ik dat in Red Dead zou hebben. Met het paardje rijden en de omgeving in je opnemen. Maar wel... Het ziet er gewoon fucking goed uit. Ja, dus en is helemaal, wat... helemaal voor een MMO. Dat moet je er wel bij zeggen. Maar... Er is wat texture pop-up. Ja, dat kan ik handelen. Maar heb je... Wat was jouw ding nu? Waar zit je... Nu? What's your poison? Nu Final Fantasy. Maar omdat ik een beetje uit Zelda gestapt was voor de review. Ja, van dat Final was Fantasy. Het. En heb je een... En dan ging je Zelda afmaken? Ja. En daarna Diablo. Als het niet al september is, dan tegen die tijd. Dit kan je zeker spelen met controle Callisto. Ja. En schijnbaar werkt dat ook nog prima ook. We kunnen het zelfs proberen om te kijken of Steven zijn rare invisible wall aan de rechterkant kwijtraakt. Of, huh? Ja, soms is hij er niet. Huh? Net was hij er weer wel, hoor. Is het dan een knopje op die muis of zo? Of een... Nee, want hij doet het ook met de trackpad. Dus het... Weird. Fucking weird. Heel gek. Ja, het ligt ook niet aan de game. Want ik heb thuis gewoon uren gespeeld. Zonder probleem. Kijk, nu stopt hij weer. Dan moet ik weer met WSD. Had er geen zin meer in. Gekheid.
Ah, hype Zelda. Ja, het is een geweldige game. Ik kan het niet anders zeggen. Ik moet wel bekennen, het is een veel meer, nog veel meer specifieke game dan Breath of the Wild. Want ze dwingen je eigenlijk om creatief bezig te zijn met al die bouwdingetjes. Dat kan je liggen, dat kan je niet liggen. Het ligt mij absoluut wel, want hè, dat is mijn jam. Maar aan de andere kant, omdat het niet anders kan, heb ik wel vaak zoiets van... Jeez, moeten we weer... Oké, ja, je hebt die autobuild, wat het, die... Ik ben die naam van het ding vergeten. Dat je hand, dat je in één keer alles tegelijk kan opbouwen. Ik weet niet. Het is geen 10 voor mij. En misschien eindigt Final Fantasy 16 zelfs hoger in mijn top 10 lijstje dit jaar. Ja, maar dat is meer de beleving. Ik vind Zelda een objectief gruwelijke game. Objectief beter dan Final Fantasy. Maar ik heb met Final Fantasy 16 vaker juichend op de bank gezeten dan met Zelda. Dus ja, ieder zijn ding, hè. En ik verwacht, ik vermoed en ik hoop vooral ook dat Starfield daar bovenuit klapt. Hoe is het met de hitte in de studio? Als je heel goed stil blijft zitten, dan merk je op een gegeven moment niet meer dat het zo warm is. En dan valt het zweet mee. Maar als ik heel erg bezig ga zijn, dan... Ja, ik voel wel... Hitte. Hitte! Straks gooien we even de deur. Het is oké, maar het is niet cool. Kunnen eventueel de deur even opengooien hier en dan hopen dat... Dat er frisse lucht binnenkomt. Dat er niet te veel geluid uit de studio komt. Weer een beetje kunnen ademen. Kijk, lekker bezig, Pascal. Zo, wij krijgen lucht. Ik wou bijna het geitje maken dat we maar voor 96 uur een zuurstof hadden hier. Maar dat is een beetje too soon, hè? Heb jij wel een team game dan? Red Dead Redemption? Ja. Voor mij was Oblivion een 10. Skyrim was in zekere zin een 10. Red Dead was in zekere zin een 10. Allebei de delen, allebei op zijn eigen manier. Red Dead 1 had een beter verhaal, Red Dead 2 had een betere sfeer. Je kan jezelf nog redden door heel snel Elden Ring te noemen. Maar... Elden Ring, zeker. Ik vind Elden Ring ook beter dan Breath of the Wild en Tears of the Kingdom, hoor, trouwens. En al die andere shit die je noemde. Bijna al die andere. Nee, sorry. Wat? Nee, het is meer... Wat is er in godsnaam beter van die games die je noemde? Red Dead, Skyrim of Oblivion? De sfeer. Het feit dat ik daar... Ik schiet maar gewoon deze onschuldige varkens neer, trouwens. Want anders gaat er gewoon helemaal geen actie zijn. Het feit dat ik daarin ook tot rust kan komen. Hatsa, overkill. Ik moet Elden Ring overigens nog steeds uitspelen. Maar sorry, welke zei je? Ik zei Oblivion, Fallout... Die vind je beter? Op een andere manier beter. Dat ik daar de beleving van gewoon een stuk relaxter vind. En het is een hele andere manier van gamen. Dus het is, die games zijn op hun eigen manier een soort van top 10 alle tijden voor mij. Net als dat Elden Ring voor mij op een eigen manier top 10 alle tijden is. Als ik het dan ga afwegen, heb ik meer nostalgische... mooie herinneringen aan een Oblivion en een Skyrim dan aan een Elden Ring. Ja, je weet het mooi te verkopen allemaal, vriend. Maar, ondanks dat ik vind dat Elden Ring een amazing top 10 alle tijden game is. Ja. Ja, ja. Is Elden Ring voor jou nummer 1 van de afgelopen 2 decennia? Als je nu iets anders dan dat zegt, dan dat kan bijna niet, hè? Nou, je maakt het wel meteen... Want is het dan Bloodborne? Ik wou net zeggen, dan is het heel moeilijk... Dan wordt het subjectief. Dan... Nou, dat heb ik dus ook. Nee, maar ik vind namelijk wel dat je kan zeggen... objectief is Elden Ring hun beste game. Ja. Omdat het wel echt een monsterprestatie is. Ja. En dan kan je zeggen van... Nou, weet je, sommige dingen van Dark Souls 3 of... Kijk, het zijn sowieso allemaal FromSoft dingen. En ik moet zeggen, World of Warcraft is natuurlijk ook een game van de laatste 20 jaar. En dat is toch ook wel echt een uniek fenomeen geweest. Ja. En vind ik nog steeds echt een amazing game om te spelen. Ja. Maar ik vind wel dat je kan zeggen dat Elden Ring objectief een betere game is dan Oblivion of Fallout. Dat zeker. Ja, ja, absoluut. Alleen subjectief niet. Zeg maar, de misschien ligt die stijl van verhaalvertelling mij gewoon net iets meer... ondanks dat ik de gaat zelf maar uitzoeken vibe heel vet vind in elke Souls game. Ook From Software game.
dat het de lore zit in de items, de lore zit in alles wat je vindt en alles wat je tegenkomt. Wat ik zo vet vind aan een Elder Scrolls en een Fallout is de manier waarop die worldbuilding aan de hand van soort van kleine nuggets. En ik zeg het elke keer dat het erover gaat, maar de terminals, de notities, de dingetjes, die allemaal gewoon een bepaalde sfeer en tijdsbeeld geven van voordat de bom dropte, nadat de bom dropte, weet ik veel, zoveel 100 jaar eerder, zoveel 100 jaar later. Ja, die shit is gewoon amazing voor mij. Dus ja, persoonlijk dingetje. Ja, fair, fair. Maar als ik dan echt objectief moet kijken, Fishing Planet is dan misschien wel de beste game van de afgelopen 20 jaar. Nee. Maar goed, als je het hebt over met nuggets verspreid door de gamewereld een verhaal vertellen, dan vind ik ook wel dat Elden Ring... Zeker, ja. Of From Software überhaupt heer en meester is. Ja, alleen dat is meer zelf uitzoeken dan dat het je nog enigszins in tekstjes wordt makkelijk wordt voorgelegd. Niet dat als ik een of andere enemy versla, dat ik uit een weet ik veel stuk intestines. Oh ja, deze intestines van deze gasten, die horen bij een orde. En die orde is toen en toen opgericht. Van oké, leuk dat je aan een stukje darm lore kan verbinden, maar cool. Maar daar ben ik minder snel geneigd om te lezen. Tegenstelling tot een notitie die daar ligt naast een skelet van een gestorven burgemeester. En dan heb ik daar eerder zoiets bij van vet. Maar ja, subjectief versus objectief. Ik vind Elden Ring een van de beste games van de laatste tijd. Zelda Breath of the Tears of the Kingdom ook. Vind je hem beter dan Breath of the Wild? Ja, zeker. Ze hebben me net iets meer reden gegeven om doelloos, dat klinkt heel lullig, doelloos, maar om rond te trekken en te exploren. Daar waar Breath of the Wild heel erg, oké, hier, je hebt 120 shrines, je hebt 4 divine beasts, ga het maar doen. Ja, en meer niet. Het verhaal is versplinterd op zijn eigen manier. Is dat leuk en minder leuk, maar... In Breath of the Wild is er net iets meer wat het allemaal samenbrengt. En ook dungeons of caves waar gewoon... Kijk. Je gewoon ineens achter... Als dat niet leuk is. Knuppel hem neer om zijn vacht. Een violent. Greenpeace kijkt mee. Maar als ik dan bijvoorbeeld de lore filmpjes over Dark Souls of Souls games dan zie check. Ja, dat vind ik dan ook weer vet. Want iemand die dan helemaal heeft uitgepluist hoe dat zit. Dat is fucking gruwelijk. Peter. En dan is er stiekem toch heel veel. Ik heb nog steeds geen groot beukbeest gezien. Dit was het risico waar we voor gingen. Ja. Ja. Waar is die hunting ground? Oh, kijk. Met die grote joekel. Hij wil nou echt helemaal niet meer naar rechts. En nu ineens wel? Of was het WSAD? Waar komen we ineens terecht, joh? Oeh. Gaan we het doen? Ja, we gaan het doen. Oeh. Kijk eens even. Wat is voor jou het meest indrukwekkend aan Black Desert Online? Ik blijf namelijk altijd een beetje zeggen de character creation. Ja, ik denk dat je hier helemaal niet omhoog... De invisible walls? Invisible walls. en... Even kijken. Nou, heb ik... Als we dan toch hier vastzitten. You are being transported. Ik wil even je character bekijken. Van dichtbij. Nou, ik dacht ook, we kunnen een nieuwe even maken. Oh ja, dat is ook vet. Dat is altijd leuk. Dit waren we aan doen. Is er nog iets wat deze DLC, deze expansion heeft toegevoegd in termen van... races of is er überhaupt zijn er überhaupt races of is het gewoon mens? Nou, human. Oké, dit is wel een kinnige gast. Deze had ik al gecheckt. Dit zijn gewoon de presets die je gewoon aan kan passen, toch? Ja, okay, ja, okay. Absoluut. Oh, zijn dit alle classes? Ja. Hoeveel classes zijn er? Jezus. 16, 20, 24. 26. 20. Jezus.
doen ze dan niet op een gegeven moment eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde, maar dan net iets anders? Nice. De Witch is wel echt daadwerkelijk anders dan een Sorcerer of een Wizard. Ja, wel echt genoeg andere spells. Kijk nou jongens, dit blijft toch gewoon 10 jaar lang, hè? 10 jaar lang is deze game al aan het ownen op gebied van character creation. Toppetje hoor, waifu. Nani? De vraag is, hoe knap gaat Steven hem maken? Ja. Kan je hier überhaupt een lelijke character maken? In deze character creëren? Oh ja, kijken of er toch... De vraag is, nou ja, kijk. Is er een boob slider? Die is er. Sick. Ja. Oké, ja. Dit is een beetje... ik kreeg een beetje Reddit vibes van die van Fallout. De ghoul. Zo. Die let in ieder geval goed. Een beetje Pinocchio vibe krijg ik nu. Oké, het kan dus wel. Je kan er dus wel wat aparts van maken. Het is wel refreshing, toch? Tussen al die... Ja. Dit is tenminste wat anders. Moeten we eigenlijk ook wel weer... ook wel even terug. Nou, Mark Vinyard, wij spelen Black Desert op dit moment. Omdat Steven daar de laatste tijd mee aan de slag is gegaan. Omdat er een nieuwe... Is het nou een expansion? Is het een DLC? Of is het gewoon een nieuw chapter? Ja, nou, dus ik zie het wel echt expansion genoemd worden. Want het is best wel een groot gebied. So hard... Het is niet echt een lelijk kapsel, dat is jammer. Dat mag dus niet. Maar The Land of the Morning Light, zegt het goed? Hoe heet die? Yes. Kijk, ik weet het gewoon, Jesus. Het werd eigenlijk ook pas vrij recent aangekondigd, toch? Uh-oh, hij gaat het doen. Ja, wat dit is... Je hebt ook nog de full Asian arm- en beenverlenging. Kijk. Heel regio-specifieke game is dit. Ja. Vleugeltjes. Dikke vleugels. Zo. Face-shaming. Nee, dat doen we niet. We zeggen alleen dat ze gewoon een vrij anders uiterlijk... Karakteristiek uiterlijk. Karakteristiek, ja. Vooral geen karikatuur, meer karakteristiek. Ik bedoel, dit is gewoon dope. Ik wil eigenlijk wel even een dikke bos zien, Steve. Als we die zomaar op kunnen roepen. Dat kan waarschijnlijk niet. Dat is helaas niet hoe het werkt. En heb je wel dingen als dungeons en andere instances... Nee, niet op die manier, wat ik zeg. Dat is echt een PvE-ding. Het is allemaal open world. PvP-oriented, grindspot, life skills upgraden, trading en crafting. Ja. Dus het is niet dat je even met 4 man erop uitgaat en zegt... Even van, hey, we gaan even een avondje dungeon Dungeon Finder tool aanklikken. Wow. En, ik heb nooit geweten dat hij zo PvP-focused was. Die world bosses die spawnen om bepaalde tijden. En je moet geluk hebben dat ze iets zeldzaams voor je droppen. Is zo'n tijd makkelijk te vinden? Ja, voor PvE moet je gewoon wachten op Crimson Desert inderdaad. En ik ben nog steeds heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Want volgens mij had Pearl Abyss ook een eigen presentatietje laatst. Ja. Maar daar werd niks, volgens mij niks getoond van Crimson Desert en Dokevi. Helaas. Goedemiddag voor iedereen die inmiddels is aangeschoven. Het is 5:10. We hebben nog een half uurtje om een flinke bos te klappen. Daantje. Dat kan ook voor een vrouw, dus dat is prima. Niemand heeft gewoon... Niemand heeft Daantje. Het is er gewoon nog niet. Een tutorial. Ben je gek geworden, man? God. Gaat dat nog wat door? Nou, je zou het bijna afvragen, ja. Ik was nog niet met Necron begonnen, nee. Ik heb de code wel geactiveerd, dus ik moet hem nog even downloaden. Met welke? De Necron DLC van Elder Scrolls Online. Die hebben ook een nieuwe expansion. Sinds 3 weken.
natuurlijk daarvoor had ik hem al een keertje mogen spelen in Londen. Gruwelijk. En dan gaan we binnenkort wel weer een esoterisch doen. En voor die tijd zal ik sowieso weer even induiken. Want een beetje opfrissen natuurlijk. Ik ga er niet zitten lullen over niks. Kijk, daar is Daantje. Is dit Daantje? Ja. Daantje. The one and only. Wie zit er vanavond bij Tabletoppers? Nou ja, je zou denken dat ik gewoon heel makkelijk zeg van de gebruikelijke mensen. Oftewel Wannes, Jelle, Joey, Sylvia, Elise en Daan. Maar, wat is het geval? Joey is vandaag out. Uit de race. Sylvia is vandaag ook uit de race. Dus we zouden eigenlijk maar met z'n drieën dan aan tafel zitten. Naast Wannes natuurlijk. Hebben jullie een ongoing game? Ja, gewoon een campaign. Campaign in space. Maar kan dat dan wel als iemand niet is? Liever niet. Maar er valt altijd wel een plot hole op te vullen als iemand die kan. Of als iemand echt ineens ziek iemand is. Iemand heeft een sleepspel gecast over Yui. Bij wijze van, ja. Die is eventjes... Toevallig gaan we nu een sessie tegemoet waar we, als ik het zelf zo bekijk, beginnen met vechten en daarna misschien nog wat informatie krijgen. Maar er zullen geen persoonlijke revelaties of persoonlijke drama's plaatsvinden, hopen we dan. Maar we hebben in ieder geval één invaller. We hebben namelijk ons aller Sebastiaan, oud-stagiair en longtime Blammo Matty. Ook die een van de crewleden van het schip gaat spelen. Dus we hadden toevallig een paar NPC's, waarvan eentje dus nu even tijdelijk een player character is. Dus dat is handig. Als invalrolletje. Wie weet blijft hij wel hangen. Kan ook. Het schip van de Bruine Ster. Ja, de rederij Bruine Ster inderdaad. Zulke vlakke stront in mijn nek. Ik neem aan dat jij refereerde naar Jiske Vet. Goed zo. Wie weet laat Wannes hem wel hangen. Ja, hij heeft notabene met Wannes stage gelopen. Dus... En Naraka speel ik niet. Ik had hem wel een tijdje geleden gezien. Maar is het de moeite waard? Op zich... de echte Battle Royale-achtige games. Ik wil meestal toch wel een soort van iets van een PvE-element erbij hebben. Ja, want Naraka, is dat Naraka Blade Point? Ik geloof het wel, ja. Ja. Die zwaardvecht Battle Royale. Ja. Van Black Desert was er op een gegeven moment toch ook een Battle Royale game modus. Ik weet even niet meer hoe het heet. Ik heb die nog een tijdje heel kort gespeeld, ook voor een item natuurlijk. Black Desert Online Battle Royale. Shadow Arena natuurlijk heb ik het dan over. Dat was eigenlijk nog best wel cool. Het grappige is, zij doen gewoon heel veel met hun MMO-stijl game en gameplay. Ook gaan ze nu ook gewoon dus een PvE-game bouwen in de vorm van Crimson Desert. En hebben ze dus ook gewoon een Battle Royale modus gemaakt. Dat werkt, kan ik je vertellen, niet voor elke MMO als ze dat zouden doen. Nee, er waren op een gegeven moment ook best wel wat grote andere releases. Het is super dom dat ik de namen niet uit mijn hoofd weet. Want ik zag gewoon de usual MMO streamers die ik een beetje volg. Die gingen ook die games checken. Mm-hmm. Een paar grote, wat meer traditionele fantasy-achtige medieval werelden. Ja. Maar... Ja, niet echt iets. Dat was. Weet je wat, als ik gewoon niet de naam weet, moet ik gewoon mijn mond houden. Want dat zijn van die slechte verhalen. Maar er was er wel eentje op komst. Die zag er wel heel sick uit. Voor die nog moet komen? Ja. Een MMO. MMO-achtige game. Ik weet wel dat ik. En volgens mij was een notabene van de week bij de Nintendo Direct. Was er weer wat van. Palia. De chille worldbuilder MMO. De builder MMO. Ja, sorry, maar ik heb daar gewoon een zwak voor.
Als je gewoon een beetje in een MMO-stijltje een beetje hout kan verzamelen, een hutje kan bouwen. En het hutje staat er tenminste voor iedereen om dat te aanschouwen. Dat vind ik het gruwelijk. Ja, ik heb zin in Palia. Ja, ik vond ik ook. Vind ik ook. Helemaal mee eens. Ik had notabene ingeschreven voor de alpha, beta, weet ik veel wat allemaal. Maar nooit bericht van gehad. Ongelooflijk. Is dit nog steeds starter area van... Ja. Van Daantje? Kijk. Gaat Daantje ook een bos tegenkomen de komende half uur? Absoluut niet. Tjonge, jongen. Kom op, Daantje, even beuk aan delen. Nou, kijk, dit is wel... Als je haast hebt... Dan moet je geen MMO spelen. Nee, dat is waar. Maar ja, de meeste MMO's kun je wel zeggen van... Hey, ik doe even een dungeon. Om even wat vets tegen te komen. Ja, maar ook niet als je net begint meestal. Dat is waar. Chrono Odyssey, Blue Protocol... Die tweede? Eerste. De eerste. Chrono Odyssey. Dat is hem. Chrono Odyssey. Dat is heel, daar was heel ik, leuk dat je dat zegt, want ik was die toevallig net aan het opzoeken. Oh, huh? Ik heb wel... Oh, wacht even. Ja, ik weet welke je bedoelt. Ik zag hem al in mijn zoekopdracht staan bij YouTube. Ik dacht, hè? Hoe kan dat nou ineens? Ja, die ziet er inderdaad gruwelijk uit. Die heeft namelijk ook nog een beetje... Dat ziet eruit alsof het geen MMO is. En dat vind ik altijd knap als een MMO er niet uitziet als een MMO. Tenminste, kijk, je hebt met zo'n cinematic trailer heb je natuurlijk geen HUD, geen UI. Dus dat zegt nog niet zoveel. Nee, maar... Sowieso heeft het een andere look. En dat mag ook wel, want... Mm-hmm. Weet je, hoe erg ik ook van World of Warcraft hou, dat is ook een oudere game. Ja. En als je nu nog steeds met die blauwdruk probeert... met een nieuwe game met MMO-genre te veroveren, dan loop je wel heel erg achter. Dus weet je, the next big thing gaat ook niet iets zijn wat lijkt op Final Fantasy, World of Warcraft, Black Desert, Elder Scrolls. Je moet eruit springen nu. Zo, Daantje, die loopt door. Draait hij nog steeds niet goed mee, of? Nee. Ah, dat is jammer. Yo. En bedankt. Zijn jullie ook retro gamers? En zo ja, welke games moet ik ooit gespeeld hebben? Pff, Jesus Christ. Heel veel. Vanaf wanneer zie jij als retro? Of tot wanneer zie jij als retro? Ja, dat verschuift heel erg, hè? Ja. Ik bedoel, inmiddels is ook PlayStation 1 retro, volgens mij. Ja. En GameCube beginnen mensen al. Maar voor mij was het eigenlijk altijd gewoon echt alles tot aan het of tot en met het 16-bit tijdperk, zou ik zeggen. Dat was natuurlijk een makkelijke, omdat het met 3D gewoon ook echt andere gameplay werd. Ja. Maar ik denk dat dat... Houden we niet te veel vast aan het idee dat de jaren 80 is, dat het retro is, terwijl dat inmiddels al lang en breed verschoven is? Zeker weten. Want ik zou juist zeggen van ja, tot en met de Nintendo 64, dat inmiddels al retro zou kunnen zijn. Dus eigenlijk tot de millennium wissel, pak een beet. Wanneer was de GameCube? Eind jaren 90? 99, 98 zo. 2001? Alles draait om onze generatie, ja. Nee, dat gaat niet allemaal om jouw generatie. Of mijn generatie, of wiens generatie. Volgens mij is ook de definitie van retro... The definition of retro. Ah, oh, jongens. Really? Definition of retro. From recent past. Ja, yeah. Come on, man. Let's see. Wanneer is iets retro? Ja, maar ja, wat ik zeg, dat kan je redelijk zelf invullen. Maar als je... Want nu hebben we het over de existentiële vraag, wat is retro? Ja. Maar
Ik wil iemand gewoon wat leuke games weten. Typically, the term retro is given to items which are at least 20 years old, but not yet 40. Ik wist niet dat er ook een ondergrens was. Ja, daarna wordt het vintage, denk ik. Oh, fair. En daarna, of zeg dat goed? Nee, want antiek is namelijk ouder dan 100 jaar. Maar... Ja, dan heb je toch wel eigenlijk die hele... Voor mij zijn het sowieso... er zijn wel echt een heleboel klassieke NES, SNES, Mega Drive games... Mm-hmm. die de moeite waard zijn. Ja. Yes, ik bedoel, de oude Mario's, Metroid, Zelda's, Donkey Kong, Sonic, Strider, Shinobi. Er waren zoveel toffe games. Ja. Je kan er echt helemaal los gaan. Ik zeg even te denken. Castlevania, de minder bekende alle prijs. Oude. Ik weet dat ik namelijk, ik ben qua leeftijd van de Nintendo 64. Ik heb nog net het staartje van de SNES mee kunnen pikken. Maar dat was ook omdat we hem tweedehands hadden gekocht en gewoon een hele gigantische doos met allemaal games bij kwam. Dus op die manier heb ik dat wel een beetje in kunnen halen ook. En ook de Mega Drive. Dus het is me ergens met de paplepel ingegoten. En toen eigenlijk pas vanaf de Nintendo 64 begonnen mijn actieve... Nou ja, eigenlijk al ergens wel vanaf de SNES. Maar begonnen mijn actieve gamer herinnering jaren. Dat ik echt gewoon, ik heb Mario 64 helemaal uitgewoond van A tot Z. Dat was ook wel... Was ook wel waard. Dat was ook wel een ding. Ja. En het grappige was zelfs nog dat toen wij een Nintendo 64 kregen, was die ook op dat moment tweedehands. En daar zat dus ook Mario 64 bij. Ook met dus een save game waar dus 120 sterren al op stonden. Oh ja. En die heb ik, in plaats van dat ik een save game ernaast heb aangemaakt, heb ik die verwijderd en... Mooi zo. Ja. Well done. Ja. Zo moet het ook. Mensen zeiden van, waarom heb je die verwijderd? Ik zei, ik heb toch niks meer aan het verzamelen van die sterren. Dus waarom... Nee, maar je wilt toch ook gewoon zelf waarom? 120 sterren halen? Ja. En Jurassic Park op de Mega Drive. Ja, iemand noemde die laatste ook. Ik weet niet of jij dat was, Mark. Maar dat dacht ik laatst ook ineens aan, ja. Vinden jullie het dan echt tof om nu weer te spelen? Ik... vind er niks aan vandaag de dag. Ik heb bijvoorbeeld... Ik kan Donkey Kong Country kan ik nog steeds met heel veel plezier spelen. Nee, maar ga Super Mario World / Super Mario Adventure, de Super Nintendo Mario spelen. Ja. Dat is tijdloos. Dat is letterlijk tijdloos. Ja. Weet je, dat is gewoon top 10 beste game ooit gemaakt. Ja. Dat is een meesterwerk op elk niveau. Oh, Lee Duk-soo. Nou, die hebben er geen zin in. En je zegt Streets of Rage was leuke couch co-op. Ik vond Battletoads vond ik epische couch co-op. En fucking moeilijk. Helemaal voor die leeftijd die ik toen was. Dat is toch helemaal nergens op. Weet je wat leuk is? Gezien wat jullie aan het doen zijn. Final Fantasy 4 of 6. Weet je? Vooral Final Fantasy 6 is een interessante, omdat dat een beetje het hoogtepunt van jarenlang ontwikkeling van mm-hmm. die type gameplay. Voordat er iets met... En Final Fantasy 7 had natuurlijk van die pre-rendered backgrounds, net zoals de eerste Resident Evil. Ja. Dus dat was niet 3D, maar character models waren 3D. Dus dat was al een hele andere look and feel. Ja. Maar... Final Fantasy 6, dat was echt, weet je, de laatste pixel Final Fantasy. Ja, wel in die vorm. Ja, ik weet niet of ik het laatste heb laten zien. Ik zal het nog even erbij pakken. Dan moet je toch even de game gaan spelen, hè? Wat ga je erbij pakken? Nou, ben ik wel benieuwd. Maar ik ben het wel met mensen eens. Kijk, sommige dingen zijn in je herinnering veel leuker dan... dat het vandaag de dag is en hoe het nog overeind blijft. Want er zitten echt wel wat dingen bij. Dan merk je van, die zijn wel een stuk leuker in herinnering. En dan ben je er na een half uurtje wel klaar mee. Maar er zitten ook echt games bij. Dat als je daar weer induikt, dan voordat je het weet
zit je er echt weer in. Ja, je hebt het over retro. We hebben het over retro. Is dit een oude boardgame? Uit 1991. Ik had hem al een keertje genoemd. Ik weet niet of ik hem had laten zien. Maar de Check. Dark World, de burcht. Ik wou het zeggen. Der verschrikking. De Nederlandse subtitel, die maakt hem wel af. Daarom. En moet je kijken, de achterkant ook. Super fucking classic 90s shit, toch? Mensen die aan een tafel zitten te spelen. Zo is dat hoe dat ging. En het vette is... Voordat er internet was. Ja. Laat de voorkant nog eens zien. Oh, goeie... He-Man rip-off. Yep. Fucking classic. En het vette is ook. Oh. Hier zitten dus echt muurtjes en alles zit hierbij. Hè. Muurtjes met werkende deuren. Er zitten monsters in. Ik zal even een voorbeeldje pakken. Kijk dan, man. Het is gewoon... Die echt al die Nederlandse namen. Zielenjager. Oger. Skelet. Ah, daar is hij. Kijk, skelet. Ja. Dit lijkt me een goede dwarf paladin-achtig type. Ah, de manticore. Is het de manticore? De official? Ja. Oh, de manticore. Oh, het staat op de zijkant inderdaad. Ja, wat hebben we hier? Korak. Ik zeg het niet aan mijn duim. Nou ja, dat weet ik nog nooit bij jou. True. Maar, dit is toch dope? Absoluut. Dit is gewoon echt oldschool. Het hele oldschool lichte plastic. Vet man, de manticore. Als je dat vergelijkt met nu, waar we gewoon een 3D printer hebben en zelf dingen kunnen printen, verven, weet ik van wat ermee wil doen. Ja man, goede oude tijd. Ik heb in die tijd dus ook eigenlijk nooit bordspellen, helemaal niet van dit kaliber gespeeld. Maar des te vetter is het om een keertje te proberen. Ja, want dit heeft natuurlijk gewoon volledig zijn eigen... Dit is echt een fixed game. Ja. Dus dan ben je een beetje afhankelijk van hoe goed maar die stijl, de game is. Maar die stijl is toch gewoon... Dit is toch gewoon gruwelijk. En waar had je deze vandaag geëngeld, zei je? Ik kreeg deze van Early Gamer. Ik weet niet of die in de chat zit. Ik denk het niet. Maar die zit altijd in de comments. Dus Early Gamer, ik weet dat je meestal niet streams terugkijkt. Dat is ook niet echt een ding, maar... Het is fucking gruwelijk, man. Jesus Christ. Een mooi cadeau, chef. Ja, het was gewoon voor tabletoppers, hè? Niet persoonlijk per se. Ja, ja. Oh, okay. Gericht aan mij, omdat mensen... Hè, ik zal het nog eens herhalen. Als jij wat stuurt naar de redactie en je zet mijn naam erop... dan weet je tenminste dat het niet weggeruist wordt of ergens heen gesnatst wordt. Maar dan wordt het gewoon netjes uitgepakt. Even een naam genoemd, even gezegd en dan wordt er wat nuttigs mee gedaan. In plaats van dat het verdwijnt. In de bodemloze put. Van... Meestal van Boris. In de hoop, in ieder geval nog iets van actie, ja. Ben ik gewoon heel even... Dus dit heeft niet per se iets met de nieuwe expansion te maken, maar ik duik gewoon even hier... Duik ergens in. Kijk, hij gaat het doen. Gaat het gebeuren? Is dit is, hoe heet deze karakter? Deze personage? Dit is een Kunoichi. Hoe heb je haar genoemd? Zombimaru. Zombimaru? Is dat, betekent dat iets? Of is dat gewoon nou, Steven die de nerd uithangt? Ja, yeah, basically. Zombie met een N is wel hoe je in het Japans zombie schrijft. Zombie. Ja. Ja, okay. En Maru is een standaard vervoeging achter woorden om er een naam van te maken in het Japans. Kijk eens aan. Dus je bent gewoon zombie. Met wie ga je zo tabletoppen? Tafeltoppen, dat heb ik net ook uitgelegd. Dat is met Wannes, Jelle, Elise en Sebastiaan en ik. Kleine andere opstelling, kleine wijziging. Maar daar leggen we nog een keertje wat over uit in de sesh. Die, als het goed is, over anderhalf uur begint. En ik heb nog minstens een uur nodig om te bouwen. Dus binnen een half uur zijn we dit... Maar ja, Steven gaat een grote flamboebeuk als we een beetje mazzel hebben. Ja, nou, daar hang je uit. Sowieso niet. En dan gaat iets niet helemaal lekker met mijn controls. Ja, nog steeds. Zal ik je een controller geven? Kijken of dat wat uitmaakt. Ja, heeft het zin? Ik weet niet. Het is een dag vol technische uitdagingen. Want er was ook nog een bak aan footage die ik had meegenomen. Maar die werd allemaal niet herkend. Men is nog niet zo inclusief hier op het gebruik van AMD-kaarten.
Ja, ik weet niet eens of dat het was. Ik had het gecaptured met Adrenaline Software, inderdaad. Ja. Waarom word je nou zo gebeukt? Ja, omdat die knoppen van mij dus ook niet echt reageren. Jelle? Of pas. Ja. Kunnen we even heel snel een controletje pakken? Ja, omdat die controls doen het niet zo leuk. Ik ben benieuwd of die daarmee wel. Ja, misschien dat hij dan ineens switcht of schakelt of wat maar. Ja, gewoon zo'n Xbox controller. Zit de internetkabel er wel in? Ja, we zitten op de Pretty Fly for Wi-Fi. Als die niet equipped zijn. Oh, er zijn geen items equipped. Ja, maar dat is gek, want ik heb niks eraf gehaald. Ik heb niks omgegooid. Nee, er lag helemaal niks. Heb je er een troep van gemaakt dan? Nee hoor, dat is mijn bank bij deze. Daar liggen mijn spullen op. En ook ligt daar een geprinte D&D-boot die we straks weer gaan gebruiken. Windslash! Hoe ver zit je in Diablo 4? Welk level ben je, Steven? Ben je al hardcore level 100? Sta je op het standbeeld? Nee, ik ga ook niet zo hard, omdat ik in het begin nog een beetje Destiny erbij aan het doen was. Maar ik ben nu level 55. Oké. Okay. Dus ik zit in World Tier 3. Op hoeveel uren zit je dan ongeveer? Durf ik niet te zeggen. Durf je het niet te zeggen uit schaamte? Nee, omdat ik echt geen idee heb. Nee, ik weet het echt niet. Kijk, ik zie een controle verschijnen. Yes. Als we nu een USB-C kabel hebben, dan kennen we los. Ik begin een droge bek te krijgen, joh. Eigenlijk een heel gek concept dat wij al bijna anderhalf uur lang nog geen drankje hebben gekregen. Of niks hebben gevraagd, vooral ook. We hebben het niet gevraagd. We hebben ze niet aan het werk gezet. We hebben Jelle niet aan het... Jelle was boodschap aan het doen. Ik weet niet of Jelle dit hoort. Zit Jelle nu achter de knoppen? Ja. Nee, dan ga ik het hier niet aan doen. Dan wacht ik wel gewoon tot we klaar zijn hier. Totdat Steven een keertje een vlammel heeft geklapt. Dat wordt een late avond. Op level 85 zit je op de helft qua XP, denk ik dan. Dus ja, daar heb je klopt. Dat heb ik ook al gezien. Dat heugelijke nieuws. Maar ik moet ook wel zeggen, kijk, want ik zag ook allemaal tricks over hoe je in één dag naar level 60 levelt. Ja, maar daar zit niemand op de wacht. Dit, dat, zus en zo. Ja. Maar ik ga gewoon lekker... Ik vind dat altijd een beetje zielig. Ik ga gewoon lekker op mijn eigen tempo. Ja, je wilt toch die game spelen? Je wilt toch niet een soort van, ik wil zo snel mogelijk level 100... Ja, oké, misschien zijn er mensen die zo snel mogelijk level 100 willen zijn. Ik speel echt wel door, maar... Ik vind dat overigens geen lekkere controle, maar dat je het even weet. Nee, wacht maar. Want dat zijn. Ja, tenzij Steven ook een biertje wil. Ja, kan. Maar dan hebben we. Die flesjes. Dat zijn overigens de biertjes van Mr. Average. Maar daar hebben we glas bij nodig. Want die moeten we heel rustig schenken. En 92 is de helft van 99. Wat? Oh, bij RuneScape. Jesus Christ. Gebeurt vrij weinig. Ja, pakt hij hem nog niet? Nee. Moet je misschien gamepad mode aanzetten in de game? Is dat een ding? Ik weet dat dat bij ESO altijd is. Heb jij recentelijk nog aankopen gedaan voor je PC? Want aangezien ik jou over AMD hoor als videokaart. Ja. Even kijken wat er gebeurt. Ik denk of die ontploft. Ik denk niet dat die ontploft. Ik denk dat het gewoon lukt. Ho! Dames en heren, we kunnen naar rechts kijken. 5 minuten voor het einde van de stream. Hé, hey, maar dan heb je ook wel wat. Ja, ik heb... Nou, sowieso, maar dit heb ik al bij de release gedaan. Maar ik ben dus naar een AMD-kaart gegaan. Ja. En ik heb die 7900 XTX erin gedaan.
Is dat het bugbeest van AMD? Ja, 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 ja. Van dit de hoogste van dit moment ook? Ja, ja, ja. 64 gig VRAM. Sorry, 24. 64. Hallo. Ik weet niet, misschien de Nintendo 64. De 6900 XTX. Maar super blij mee. Ja. Draait vlekkeloos. Software is echt gewoon modern. Ja. Dat is best wel nice. En het werkt. Ja, dus dat bevalt heel erg. En ik heb nu, maar ik moet nog heel even zin maken om te gaan bouwen. Mm-hmm. Maar ik heb een nieuw moederbord gekocht. Omdat ik mijn geheugen wilde uitbreiden. Maar ik wilde niet alles upgraden. Dus ik heb gewoon een AM4 moederbord gekocht. Okay. Maar er kwam zeg maar een van de stupid high-priced flagship models van 2-3 jaar geleden. Die €600 kosten. Die kwam in een sale voorbij voor €250. Van welk merk? Asus. Oké. Okay. Dus zijn dat die zwarte ROG moederbord? Ja, oké. Okay. Ja, snap. En ik had zoiets van, weet je, het is het perfecte upgrade voor gewoon mijn systeem. Ik heb die 5800 3DX erin zitten. Ja. Dus ik blijf toch even bij AM4. Ik ga niet voor ander geheugen. Ja. En dan heb ik wel twee full-speed M2 slots. En die had ik nodig, want mijn shit was vol. En heb je twee M2'tjes van een terabyte of 2 terabyte? Nee, ik had er dus wel één van 500 en ik heb er dan 1 terabyte bij nu. Ja. Is dat want ik heb er ook eentje van 500, zegt het goed? Ja, en dat is mijn boot drive en ik heb er nou eentje van 1 terabyte bij. En dat is gewoon mijn gameschijf, zeg maar. Oké, ja. Nou ja, hou ik dan voor Windows. Ja, precies. Mijn Windows shit. Ja. Weet je wat het probleem is, Daan? Dat? Ik snap geen kut van de controller controls. Dus dit is letterlijk. Ik zie wel een pijltje omhoog laten. Ik kan wel als een malle naar rechts draaien. Dat is leuk. Dat werkt. Ja. Ik ga die grot eens in. Kun je die grot in? Ja, maar ik moet alles rustig gaan mappen en kijken. Maar als jij nu pijltje naar links of rechts drukt, wat gebeurt dan? Ik kan niet eens lezen, jongen. Je pijltje links, rechts, boven, onder. En dan heb je linker trigger, links, boven, onder. Dat zijn de hotkeys die er nu staan. Wat is die bovenste bijvoorbeeld? Welke bovenste? De bovenste van die de ankle cutter. Oh, ankle cutter. Wat staat daar? Ja, dat kan ik niet zien. Nee, ik ook niet. Er staat iets plus iets. Het is voor ons allemaal heel ver weg. Volgens mij, wacht. Button. Ja, dan doet ze gewoon iets heel lafs, maar... Linker trigger, rechter button? Klopt het? Ja. Linker trigger, rechter trigger? Edit UI. Lekker die biertjes. Kijk. Ja, het zijn hele wolkige biertjes, ik weet het. Maar die moeten echt extreem voorzichtig geschonken worden. Dus laat ons dat lekker zelf. Nee, ik weet niet. Huh? Lukt niet? Oh, omdat het allemaal omhoog komt. Kijk jongens, dit is het bier van Mr. Above Average. Black Puss. Bolle Binky. Black Puss, inderdaad. Black Puss Beer. Oh. We wachten even tot het gisteren... Ik heb er ook één. Een beetje... En ze zijn koud. Ik neem namelijk net echt een volle lik gist in mijn bek. En ik moet zeggen... En? Ik heb wel eens lekkerder vocht in mijn mond gehad. Poeh. Woe! Funky. Mijn mond begint te gisten zo. Nu ga ik hem heel voorzichtig schenken. Ja, die Pascal, dat is een grapje, want die heeft net die biertjes aan schudden voordat hij hem opendeed. Maar als het goed is, als ik dit doe... Oké, vertellen, een bek vol gist, dat wil je niet. Nou, cheers. Dit is dus zelfgemaakte door Mr. Above Average. Oh, dit is echt zijn eigen witbier. Ja. Hij is gistig. Maar hij is wel zomers en fris.
Hij is lekker. Staat verrassend weinig op verder. Bolle binky. Weet je niet hoeveel, hoeveel procent het is? Want dit is, ik denk 5,5. Gok ik. Mm. Wow. 250.000 uitgeven en vervolgens doodgaan. Eén persoon in de onderzee was pas 19. Ja, we hadden het er stiekem al te lang over gehad tijdens het einde van de week. Het is heel simpel. Dat ding had nooit te water gelaten mogen worden. Dus... Nee, dat is absoluut waar. Het was gemaakt van een composiet materiaal wat niet per se geschikt is om mee op enkele kilometers diepte te gaan onderzeeën. Nee, dat was niet slim, hè? Nee. Hadden ze gewoon niet moeten doen. Hadden ze niet moeten doen. Dan kun je nog zoveel geld hebben, maar ja, dan moet je... Dat betekent niet dat je invincible bent. Helaas. Ik zou ook niet willen weten hoe dat eruit moet hebben gezien. Die implosie? Ja, want dat is echt... Ik vraag me af hoe snel dat is. Ze zeggen dat het binnen een halve seconde, binnen een kwart seconde gebeurt. Ja? Het is weg. Is het echt... Het is... Ja. Want je hebt toch ook die movie-stijl implosie die zeg maar... Dat je gaat eerst... Ja. Maar als het eenmaal die gebeurt... Die gaat 10 stappen. Ja. Weet je, alsof er zeg maar een Transformer zichzelf heel klein transformt. Gewoon. Ja, misschien dat je wel eerst scheuren ziet of zo. Ik weet het niet, maar... Het nou, ik geloof ook wel, want die druk is, weet je... Op het moment dat het niet gebeurt... Niet te bevatten. Dat spul, dat knijpt jou tot een kleine vorm van heb je me daar... En vervolgens zelf breekt het natuurlijk ook, brokkelt het ook helemaal in 10.000 stukjes. Hoe meer druk, hoe sneller die gaat. Nou ja, op die diepte is er veel druk, kan ik je vertellen. Ja, nou ja, het is, weet je, binnen dit bizar, trieste verhaal zou, weet je, die halve seconde scenario... Ja, ze zeggen al milliseconden zelfs. Dus. Ja, ja, dat... Dan heb je het in ieder geval niet gemerkt, dus... Dat is wel bizar, hè? Maar kan je nagaan dat je begeeft je op een plek waar als de structurele integriteit van je vessel, als er gewoon even een haarscheurtje in komt, is het in een paar milliseconden voorbij. Ja. Dat is toch bizar? Ja. Nee. Ze hadden zeker niet 12 minuten. Dat is één ding wat zeker is. Misschien dat er iets fout ging waardoor ze nog 12 minuten leek te hebben, maar... Op het moment dat de connectie met de buitenwereld verloren was, waren zij ook al verloren, kan ik je vertellen. Ja, ik denk niet... ik ga weer terug naar de ellende van de onzichtbare muur. Laten we dat nog eens proberen. That whole chestnut, zou ik hier uitkomen? Ik las net nog dat het iets van 430 bar zou zijn geweest. Nou. Maar dan negatief. Poeh, hey. Dat is serieus? Het is heel serieus. Bar weinig lucht, inderdaad. Hoe lullig dat ook klinkt. De kapitein wilde naar vermoeden ook geen communicatie, omdat het ten koste ging van de immersie. Nou, reken maar dat er gewoon communicatie aan boord was. Hè. Ja, beter binnen 1 seconde dood de maan dan de chemo en dan gaan. Ja. Maar dit is wel heel, ik bedoel, neem aan dat al die mensen gewoon in hun prime waren. Mm. Misschien ook niet hoor. Ze hadden in ieder geval een prime portemonnee, dat zijn niet wat zeker was. Was. Ja. Ja, lullig. Ja. Moet je er godsnaam over zeggen. Nee, het is inderdaad, weet je, de enige reden dat men erover praat is omdat het een way to go is die je niet vaak hoort. Nee, zeker niet. Dus, weet je, daardoor is het spraakmakend. Er gaan iedere dag een heleboel mensen dood op manieren die veel meer aandacht verdienen. Dat weten we allemaal. Maar het is gewoon een bizar verhaal en daardoor, ja. Weet je, spreekt het tot de verbeelding. Ik probeer me in te beelden hoe dat eruit moet hebben gezien. Maar niemand kan ooit dat wagen waargenomen hebben. Want zo snel was het dus al gedaan. Tenzij ze zeggen, oh kijk, er zit een schuurtje. Ja,
Maar kijk, het is natuurlijk niet alsof het een black hole is waar materie gewoon tot op atomair niveau wordt. Zo zal het wel voelen. Maar weet je, er moet iets overblijven, want het kan niet. Het kan niet een speldenknopje worden. Nee. Ik bedoel, druk is leuk, maar weet je, de bestandsdelen die daar zijn, dat is hebben nog wel een bepaalde massa. Ja. En again, het is geen black hole, dus er moet iets overblijven. En ik ben benieuwd wat dat dan is. Hoe groot is dat? Nou ja, ik bedoel, dat en gaan ze dat kunnen vinden? Die badkuip die is gewoon ineengezogen en alle menselijke restjes die zijn er gewoon uitgepest als een sinaasappelpers waarschijnlijk. Dat is gewoon... Ja, en er werden toch ook gewoon brokstukken gevonden. Ja. Dus als je brokstukken vindt, dan blijft er iets over. Ik denk dat er genoeg content gemaakt gaat worden die haarfijn beschrijven. Oh, zeker. Ja. Wat er is gebeurd, hoe dat proces eruit ziet, timelapse. Ja, en het gekke is inderdaad dat er zoveel aandacht is voor een groepje domme miljonairs. Volgens mij waren het zelfs miljardairs. Absoluut. Maar een overvol bootje met 600 man opzettelijk wordt teruggeduwd naar de zee, waarvan de 500 verdrinken en nobody cares. Dat is het hele cruwe natuurlijk, ja. Mag ik gewoon een paard stelen, denk je? Oh. Doe het. Nee, kan niet. Steal that horse. Hot tight horse. Oh, zit over de graanschop hier. Oh, je deed een move. Oh! Ja, jongen, kijk eens. Het kan wel. Heb je haar moves onder control? Nou, ik snap totaal. Ik heb nog nooit met controller gespeeld. Maar ik zou zeggen... Het is geen... omdat ik, wat ik al zei, die actie is best wel snappy. Ja. Dit zou best een goede game kunnen zijn om gewoon lekker op de controller te spelen. Uh-oh. We gaan wat? Ja, dat. Sikke moves. Komt hij nu mee? Anderhalf uur te laat. Snap je dit? Even voor jou. Klein dansje. Nou, nu even op een van die zeehonden. Kijk er even. Is dit een soort van bos? Dit is een ranger. Ranger, ja. Maar goed, die kan je natuurlijk ook heel anders eruit laten zien. Uiteraard. Ja, ik vind het dope. Ja, ik kan het niet spannender voor je maken. Je zult echt een keer zelf rustig... Kijk, iemand anders demonstreert ook even de skills. Precies. Schiet ze terug? Dan gaan ze misschien wel wat leuks doen. Oh. Een soort van capoeira is dit op dit moment. Maar ga je het een keer spelen dan? Ik ben altijd bereid om iets te spelen, maar ik begin er expres niet aan. Want ik ga ofwel niet lang genoeg mijn aandacht erbij te kunnen houden om de game helemaal te kunnen beleven. Of... Ik ga er te veel uren in steken terwijl ik ook andere dingen te doen heb in mijn leven. Ja, fair. Dus dan beter van niet, op een goede manier bedoeld. Hebben jullie classes bij bestaande classes zo? Bij ik ben Warlock. Soon to be Warlock Sorcerer. Multiclass. Oh. We hebben Jelle is een rogue. We hebben Yui is een druid. Elise is een Artificer, Battlesmith en Sylvia is een Barbarian. Ja, zeker. Doe maar. Ja, ik weet niet wat het is. Druid spreekt me altijd het minste aan van alles. Het minst? Ja. Je wil geen Beastcaller zijn. Ja. Een beer worden of zo. Een Beastcaller is een andere class. Technisch gezien kan het Druidish... zijn? Ja. Toch is een druid altijd een beetje te naturey of zo. Vet man. Ik zou Boris ook wel als een druid, een real life druid bestempelen. Ja? Hij kweekt paddenstoelen en de... Ja, ik wou zeggen Boris de Brown. wat vogelpoep op zijn hoofd. Zo'n nestje. Hey,
is het, gaan we nog een enemy tegenkomen? Nee, zeker niet. Zo van, nee, dude, ik kan je, laat me je uit de droom helpen. Oké. Ik kan nog wel een gezellig gesprek met een NPC voeren als je wilt. Een death cleric, ja zeker. Ik heb een character liggen voor het geval dat ooit fout gaat bij een campaign. En dat is een death cleric. Klinkt al een stuk beter dan een druid, moet ik yep. zeggen. Het is kijk, clerics zijn natuurlijk heiligen. Ja. Maar je kan natuurlijk ook de god van de dood aanhangen. En dat kan nog steeds goed bedoeld zijn. Want hè, misschien is de god van de dood wel gewoon voorstander van balans tussen leven en dood. In ja, plaats maar van... kom dan niet aan. Word dan gewoon een necromancer, man. Kan ook. Grow a pair. Ja. Ja. Maar ik bedoel, ik kan ook zeg maar helende krachten gebruiken om vrienden te helpen. En gewoon de rest is gewoon, moet gewoon de verdoemenis in geblazen worden. Ja. Dat kan ook de stance van een cleric zijn. Of een Oathbreaker paladin. I like it. Er zijn heel veel dark dingen die je kan doen. Hoor. Een grave cleric. Ja, oké. Okay. Zo, ik doe nog maar wat moves voor je. Capoeira. Nou, ik ben wel intrigued om de controlling keer goed op te zetten voor deze game. Ja. Dat, Hey, wist je dat mensen dit, als er een link in de chat verschijnt. Ja. Dat mensen dit, wat was het nou? Jij weet het nog. 7 dagen de game gratis kunnen checken. Kijk, als ze op de link klikken. En dat is eigenlijk sowieso de moeite waard. Want tenminste, als je van MMO's en van die Asian setting houdt. Ja. Maar, weet je, dit was zeg maar tutorial level footage wat je hebt gezien. Maar als je gewoon door die quest speelt en even goed kan lezen wat er staat en daadwerkelijk de path volgt, dan kom je ook op wat actie. De combat is tof. Zeker. Ja, dat is nog steeds wat me altijd bijstaat van alle trailers die we gezien hebben, gameplay of cinematic. Black Desert staat gelijk aan visuele pracht en praal. Zeker als er met wat spels wordt geslingerd. Precies. Ook PlayStation? Ja, ook PlayStation volgens mij. Ik neem aan dat de link daar ook voor geldt. De game is namelijk gewoon speelbaar op alle consoles. Mm. Ik moet zeggen, hoe meer slok ik neem, hoe meer dat gist weggespoeld wordt en ik beter het biertje smaak. Want mijn eerste slokje was geen goed idee. Vies bruin poeder dat ik op mijn tanden zit. Oké. Okay. Je kunt toch ook tot level 50 spelen voordat je PvP krijgt? Is dat zo? Ja. Oh, kijk. Ik ga er een ketting voor heel veel. Ging je de ketting voor heel veel geld? Ja. Ja. Kregen we een price update. Ja, je kan het vast uitzetten hoor. Dus, maar goed, dit was niet mijn laptop waar ik op heb gespeeld. Of mijn settings. Dus, volgende keer hangen we je laptop er. Ja, het zou misschien wel beter zijn. Ja. Toch wat meer controle over wat er gebeurt. Kijk, dan stel ik voor dat je nu even wat pijltjes schiet op die, ja, die seals. Ja, dat kan toch helemaal niet. Jawel. Waar zijn die seals? Oh. Hier, hup. Is dat dan... Even zo'n barrage. I'm going to help for this. Zo'n barrage. Wie clipt het even? Zonder context. Ik hou mijn mond. Nou, Steven, wat ben je aan het doen? Wat ben je nou aan het doen? Ik vind dat we dit even moeten tweeten naar Greenpeace. Want dit gaat niet. Hoe's van jou? Dat mag eruit gelaten worden uit het clipje. Bloedsfucking slachting. Oh, zeeleeuwen, maar die zijn minder waard. En die ene is nog vrolijk aan het rondrollen. Totdat hij weet wat er maar gaat overkomen. Ja hoor, hatsee! Boom! Dit hadden we. Nee, Steven, dit hadden we niet verwacht van je. Vind ik zo flauw. Doe je alsof het mijn idee is. Rip Seabird. Ik wilde dit niet, hè? Jongens, weet je wat ik denk? Dat dit een goed moment is om. Ja, jullie moeten stoppen. Gaan ombouwen, hè? Wat gaan jullie doen? We gaan hier een tafel, andere tafel neerzetten. Een kerker van maken. Jazeker. We hebben een tafel in de vorm van een doodskist. Min of meer. En dat gaat dan geflipt worden, zo. Dan heb je de camera daar, de camera daar, een lamp hier, de camera hierboven nog.
Dus er moet heel veel omgebouwd worden. Dat duurt zeker een uur. En als wij om 6:30 live willen gaan, dan hebben we dat uur en 5 minuten hebben nodig. Wow. Dus dat, lieve mensen. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken. Steven heeft ons een prachtige demonstratie gegeven. Excuus voor de lafactie. Gebruik de link. Speel door de tutorial heen. En ga zelf een van die 8 bosses klappen. Precies. Ja, dat lijkt me een beter idee. Ik wens jullie allen een fijn weekend voor iedereen die nog blijft hangen. Zometeen zijn we over ongeveer een uurtje terug. Kijk, nu zie ik in de chat ook de link verschijnen. 7 uur dus. Nou, liever niet. Liefst gewoon 6:30. Want mensen hebben natuurlijk ook nog OV om terug te pakken naar huis. Dus laten we ons best doen om weer zo snel mogelijk live te zijn. Want hoe lang duurt jullie sessie? Meestal wel een uurtje of 4. Ja. Wow. Dus dat. Dus, alright. Mensen, fijn weekend voor wie er niet blijft hangen. Voor wie er wel blijft hangen. Of over een uurtje terugkomt. We zien jullie zo weer. Maar goed, wat ik al zei. Fijn weekend. Steven, bedankt voor deze prachtige demonstratie. Voor deze wanprestatie. Ga jij lekker verder ook met Black Desert. En dan zien we je snel weer. Alrighty. Doei. Laters.